De komende tijd is in het theater een bijzondere voorstelling te zien over Helene Krüller-Müller. Het is de vrouw achter het museum, hier achter mij, het Krüller-Müller Museum in Nationaal Park de Hoge Veluwe. En het is gemaakt en het wordt gespeeld door actrice Julie Kamerijn. En ik ontmoet haar vandaag hier in het park en ze neemt me mee naar een bijzondere plek waar normaal niemand komt. Samen met Julika mag ik dus deze bijzondere plek bezoeken en dat is de begraafplaats van Helene Krüller-Müller. Zeg ik het goed? Ja. Helene Krüller-Müller. Ja. En Ben staat er op ons te wachten, want er is een sleutel nodig. Hi Ben. Dankjewel. Alsjeblieft. Dit museum is uit verdriet geboren. Als een dankbare bloem is ze eruit opgebloeid. Dit verdriet heet Helene. Het heeft ervoor gezorgd dat ik mij losrukte van alles waar ik tot dan toe voor had geleefd. Ja, Julika, dit is de plek, de prachtige plek waar de vrouw begraven ligt waar jouw stuk over gaat, Helene. Ja. Waarom nou over haar een hele voorstelling? Fascinatie. Ja, fascinatie nadat ik de biografie had gelezen. Dat een vrouw in die tijd eigenlijk een zoektocht heeft naar, ja, naar iets hogers. Dat is wat ik er heel erg uithaalde. En dat hogere vindt in de kunsten. De behoorlijke prijs ook voor moet betalen om haar nalatenschap echt veilig te stellen. En dat het haar uiteindelijk ook lukt. Maar wat maakt haar nou echt bijzonder toen je het zo las in die biografie waarvan je dacht, nou, dat moet gewoon echt op de planken worden gebracht? Nou, het is ook wel een personage. Het was natuurlijk ook er is een leven waarin heel veel gebeurd is, waar natuurlijk van alles over te vertellen is. Dus ik vind het gewoon en een goed verhaal. En tegelijkertijd vind ik het heel interessant dat iemand zo zijn weg zoekt in het leven en naar betekenis zoekt. Maar ook hoe ze elke keer haar pijn heeft weten om te zetten in kracht. Want het is echt niet aankomen bij je. Dit museum en deze verzameling heeft ze ook echt hartstikke hard voor gewerkt. En ook inspiratie dat iemand dat doet. Ze had het ook niet kunnen doen. Hè? Ik heb dagen en avonden zitten lezen. Als een bezetene. Ik was volkomen van de wereld. Telefoon uit, volkomen onbereikbaar. Maar ik moet wel zeggen, Helene is niet echt de uitvinder van de page-turner. Je bedenkt het inderdaad om een stuk over haar te maken. En daardoor kom je dus heel dicht bij haar. Ja. Bij het graf waar normaal mensen niet komen, maar ook de brieven. Ja. Ja. Hoe was dat om dat te lezen? Ja, bijzonder. Ik voelde me af en toe een beetje een voyeur. Want het is natuurlijk een privébrieven aan iemand van wie je houdt. Dus ik dacht wel, ja, dit heeft ze natuurlijk niet geschreven met de wetenschap dat na 100 jaar jullie Kamerijn zit te lezen. Maar ook geweldig. Ik dacht, ik heb een soort schat. Maar het ging dus over de brieven die ze met Sam van Deventer... Ja, die ligt naar elkaar dus stuurde. Achter. Ja, die ligt hier. Die achter begraven. Nu je meer van haar weet, vind je dat dan niet bijzonder dat hij zo op zo'n steenworp afstand van haar ligt? Nou, het is natuurlijk een heel vreemde situatie eigenlijk. Wie ligt er nou met z'n drieën begraven? Het blijft ook een fenomeen, deze driehoek, zeg maar. Ik moet ook zeggen, het is ook niet zo dat ik kom dichtbij haar, maar ik krijg het ook niet helemaal sluitend. Hoe, wat nou waar, hoe het precies gegaan is. En ook met Bremmer moet ik nog een onaangenaam appeltje schillen. Hij kocht weer een schilderij van 1000 gulden zonder het mij eerst te vragen. Maar ik schrijf hem af om hem een lesje te geven. Ik moet mijn eigen baas blijven. Ja, aan dit soort zinnen is het te danken dat Helene niet de geschiedenis is ingegaan als een warme, vriendelijke vrouw. Ja, ik denk dan, als ze nou een man was geweest, hè? Hadden we het daar dan ook over gehad? Of hij warm en vriendelijk was? Julika, ze leefde natuurlijk in een prachtig landschap. Dus hoe rijk kan je ook zijn, maar ze was ook echt een sterke vrouw, hè? Ja, dat vind ik wel. Absoluut. Een vrouw met een grote visie. Grote idealen. En daar ook enorm voor heeft gestreden. Dus haar visie was eigenlijk om hier een soort Louvre op de Veluwe te maken. Totaal out of the box gedacht. Een museum op de Veluwe. Alles gebeurde in het westen. Dat oosten, dat was gewoon boerenland. Die hele A1 die bestond nog niet eens. Eigenlijk was Helene de voorloopster van de cultuurspreiding. Een megalomaan groot gebouw op de Veluwe. Grote zijbeuken. Terrassen. Een Louvre op de Veluwe. Hoe groot zou het geworden zijn? Weet je dat? Ik denk dat je een beetje moet denken Centraal Station van Amsterdam. Toch wel? Weet je wel? Zo'n soort formaat, ja.
Je bent helemaal haar leven ingedoken. Als je dan toch hier staat, is het dan schrijnend om te zien dat dit de muren zijn waar het ooit bij gebleven is? Of ja, is het ook ooit mooi? Ja, het is wel de plek van de verloren droom natuurlijk. Dus ik vind het wel de dramatische plek van haar leven. Uiteindelijk heeft ze zich daar natuurlijk ook weer van hersteld en is ze gewoon doorgegaan. En dat vind ik ook iets ongelooflijks aan haar, dat ze maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. En uiteindelijk het voor elkaar gekregen heeft dat eigenlijk met hulp van de Nederlandse staat het huidige Krullenmuller Museum gebouwd is. Ze is wel blijven vechten om die collectie die zo belangrijk voor haar was, dat was echt haar levenswerk, ja, om die bij elkaar te houden en te schenken aan het volk. Terwijl Helene nadenkt over haar gebouw, laten ze ook nog eventjes een jachthuis bouwen. Door Berlage. Want het moet natuurlijk wel een kunstwerk zijn. Je staat nu zo midden in het decor. Voel je ook meer Helene nu? Nou ja, dat is eigenlijk meer als ik schakel naar haar. Als ik transformeer naar haar in de voorstelling, dan weet ik natuurlijk precies wat ik moet doen. Hoe ze praat, hoe ze kijkt. Maar in de show dan sta je er wel echt als haar? Ja, beide. Ja, dus ik speel mezelf eigenlijk, die hier in een atelier aan het werk is en die hier de brieven van Helene heeft. En zich steeds verder in Helene verdiept en verdiept en denkt, wie was die vrouw nou eigenlijk en wat dreef haar nou? En in dat onderzoek, dus de voorstelling is eigenlijk een onderzoek, speel ik haar ook en word ik haar ook. Zo zag ze eruit toen ze op haar 19e trouwde met Anton Kruller. En zo'n jurk zou ik ook aankrijgen. Ja, maar dit is Helene niet, dit is Eva Kalamaki Katarghi. Geschilderd door Fatin Latour, de vrouw van een Roemeense diplomaat. Ik ben er erg, erg gelukkig mee. Wat zou hier nog bovenuit moeten komen? Denk je dat de mensen die jouw show hebben gezien nu ook straks anders naar het museum gaan kijken? Ja, dat denk ik zeker. Ja, hoorde ik al van de week iemand die het gezien had. Die zei, oh, ik wil er echt wel heen. En het is me nooit zo opgevallen dat er zo'n verhaal achter zit. Ja. Dus een tweetraps uitje eigenlijk. Eerst naar jou en dan naar het museum. Ja.